Vouf, on est là. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, Taxi Vouf hier. Salam alaikum, beste vriendjes en vriendinnetjes. Sorry dat ik dat al gezegd. Ben hier met een 010 ritje, Turk van de buurt. Een Turk van de buurt, met zijn familie uit Frankrijk. Zijn familie, zijn cousin. Wat is het, dikke... niet van aangetrouwd familie. Aangetrouwd. Bofger. Deze Turk. Je weet, hoe oud ben jij, AB? Ik ben 36 bijna. 36, een beetje hard, bro. Ik ben bijna 36. Oké. En waar kom je vandaan in Turkije? Mensen willen alles weten. Ik ben gewoon een stadsmens. Ik kom van de Turkije, welke Ankara, stad bedoel je? Ankara, want ik moet door elke Turk gaan kijken in dingen. Gaan ze zich afvragen van waar jij bent. En 010, deze mat is van mij van 010. Sinds klein ken ik hem. Weet je, hij wil in mijn vlog. Op mijn toestemming geven, zoals jullie weten, gewoon gratis en voor niets. Gaan jullie echt de strijder horen en zijn familie gewoon hier naar links of rechtdoor? Rechtdoor. Eigenlijk rechtdoor, dan ga ik rechtdoor, sorry. En zijn achterhoude familie, wat is het? Quel côté en France, cousin? Quelle ville? Paris. Oké. Et dis-moi, t'es quoi comme origine marocain, algérien, tunisien? D'origine marocaine. Tu peux parler un peu. Marocain? Maar ik hadden Arabia, kun je Franse? Ik had er Shouya. Hij zegt, hij praat een beetje Arabisch, dus ik ga ook met hem Frans interview geven. Cousin, dis-moi, tu préfères pour vivre, tu préfères. Ik vraag hem nu waar hij liever leeft, Rotterdam of Frank. Quand tu vois Rotterdam, tu préfères vivre ici ou en France? Je préfère vivre ici. Ici. Hij zegt, hij leeft liever hier. Oh ja, en hij is achter zonder licht. Want hij wil niet met gezicht in camera, weet je? Tu peux donner un petit coucou avec ta main, comme ça il voit que je suis pas tout seul. Kijk maar. Hij zegt hallo, salam alaikum. Alles is real. C'est Panama, c'est Panam. Ja, alles is real. Mijn neef hier zegt alles is real. Dus ik vraag hem ook, cousin, t'as quel âge? Tu fais quoi comme travail à Paris? T'as quel âge? Tu fais quoi comme travail? Hij zegt, hij werkt niet. T'as quel âge, cousin? Parce qu'il veut tout savoir, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? T'as quel âge? 35 ans. Et comment ça va la France? Il y a de boulot, business, il y a quoi? C'est. T'as vu, c'est la crise du corona à cette heure-ci. Il n'y a pas beaucoup de travail. Hij zegt, door corona is geen veel werk. Door corona heeft alles kapot gemaakt. Comme ici. Je fais traduction direct, moi. Je fais traduction direct. Hij zegt, door corona is. Dis-moi, côté de racisme. Il y a beaucoup de racisme chez toi en France? Bah, parce qu'ici il y a beaucoup de racisme. Ça dépend dans quel. Ik vraag hem of er veel racisten zijn in Frankrijk. Hij zegt, hangt ervan af waar je gaat. Ça dépend où t'es, où tu vas. Ça dépend dans quelle ville tu vas. Ça dépend de quelle ville tu vas. Mais, comme, mais la ville comme la tienne, c'est. C'est ouvert, il y a beaucoup de culture à Paris. Hij zegt, in Parijs is groot, je hebt veel culturen. Veel culturen. Ça veut dire, la police fait dat pas discrimination comme ici. Non. Hij zegt, nee. Après, tout dépend de la personne. Si tu tombes sur une bonne personne ou une mauvaise, là c'est pareil, c'est comme partout, tu vois, il y a des bons et des mauvais. Hij zegt overal, als je politie, je kan een goede politieagent tegenkomen of een slechte. Hij zegt overal, is het goede en slechte. Net als taxichauffeur trouwens. J'ai compris, comme ici, hein? Comme ici. Ici. Ouais. Et toi, tu parles un peu français, Abel? Si. Ik vraag hem. Ouais, un peu. Toi, tu parles un peu français? Très bien. Ouais, très bien. Parce que tu as fait un peu français. Ouais, je vivre avant 7 ans en France. Ah, 7 jaar in Frankrijk, maar dit is mijn neefje. Dit is mijn neef. 7 jaar in Frankrijk. Zeg ze, broer. Je fais business international. 7 jaar heeft hij gelogeerd in Frankrijk. Ik vend des avions, ik verkoop vlees, legumes, la cacahuète. L'avion, het vliegtuig. La viande. Nee. Hij was slagerij. Deze Turk was, hij verkocht durum van hier tot Zwitserland. Verkocht die shish kebab en die dingen. Turkse, je weet toch? Onder andere. Ja, onder andere. Ouais, cousin. Et toi, de où toi tu viens? Oui. À Paris. Qui vient de là? Il y a des rappeurs connus comme Booba, Rof. Qui vient de ton côté? Ouais. C'est quel. Paris. Ouais, Paris. Toi de 113. Toi, ton quartier. Ton quartier, c'est qui? Comme ça, ils savent de un peu. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Pas un quartier, j'habite pas dans un quartier. Hij woont niet in die ghetto. Hij woont niet. Ik vroeg hem waar woon je in Frankrijk? Welke bekende rapper ken jij? Hij zegt, ik woon niet daar in die ghettos van Frankrijk, waar die mensen vandaan komen, Booba en zo. Quartiers qui sont plus ou moins grands, tu connais? Ja, hij zegt, je hebt grote buurten. Je hebt grote buurten, net als hier. Pareil que ici.
dezelfde, net als hier zegt hij. Franker, ik snap wel wat hij zegt. Gewoon grote buurt is zo. Oh ja, ik wou jullie ook vertellen gisteren over wat er is gebeurd. Weet, wij zijn taxichauffeurs. Naar links, hè? Rechts, hè? Links, wij zijn taxi. Gisteren had ik even een. Bijna was ik dood met doodwraak. Ik heb iemand geholpen gisteren. Weet je, iemand kreeg van mij naast mij, ik weet niet zeker wat hij kreeg. Ik dacht een hartaanval. En wij taxichauffeurs, wij krijgen elke 2 HBO. Elke 2 jaar moeten wij EHBO training doen. Dus deze man was een Turk. Ik wil geen namen noemen, geen buurten, maar we noemen hem Osman. Ja. Dus Osman, ik dacht, hij heeft hartaanval. Osman met baard. Ik heb een mond op mond. Ja, dat wil ik je vragen. Ja, mond op mond. We hebben niet gewerkt. Toen deed ik mijn vinger in zijn kont. Alleen de helft is die wakker geworden. Okay. Dus ik heb wat geleerd. Ja, dus ja, die mond op mond, als dat niet werkt, vinger in kont. Wordt hij gelijk wakker. Maar met corona, gelijk wakker. Met corona. AB werd gelijk wakker. Maar AB vindt dat misschien lekker. Ja, dat wou ik vertellen. En ik ga jullie veel meer taxiverhaaltjes vertellen. Want ik maak veel mee. Dat ga ik jullie ook vertellen. Maar altijd met respect. Ik ben niet net als, weet je, sommige mensen praten bitchen hier, bad, 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 bad. Weet toch altijd respect, weet je? Kan je mij morgen of overmorgen? Dus dat wou ik jullie zeggen. Dit was internationale Turks vlog met mijn AB en je weet toch, Mokro van Frankrijk. C'est niet serieux, homme. Met nous, je fais. Ik liebe die. Qui vous abonnez sur moi, tu vois ce que je veux dire? Tu fais un petit coucou, dit taxi vouf, c'est le meilleur. Taxi vouf, bien vu. Taxi Wolf, bien vu, rechtstreeks. Altijd op love tijd. From Paris. Altijd okay, op tijd. Oké, vergeet niet, geef mij een likeje. Je weet, ik heb veel verhaaltjes ook, net zoals over die Turk met hartaanval. Je weet toch geen mond op mond, alleen vinger in kont, papa, hij wordt wakker. Dus. Weet dat? Taxi Wolf, check mij, like mij of go it van mij. Er komen nog veel meer leuke dingen aan. En met corona nu, lockdown alles. We gaan deze andere klanten nu, andere level klanten laten zien. Die wel taxi pakken met corona. Maar het is moeilijk om toestemming te vragen. Niet iedereen wil toestemming. Liever hebben we. Mensen hebben liever pistool op hun hoofd dan een camera. Niemand. Weet, daarom zien jullie niet veel vlogjes van mij. Want de meeste mensen willen niet in beeld. Ga je wat ik bedoel? Dus je weet toch, volg mij, geloof in mij. Ik ben echt, ik ben real. Wil niet te veel praten. Wil niet te veel praten. Geen fucky takkies. Geen fucky takkies. Lobby, geen trobby. Taxi woef. Taxi Woef, de beste taxi, want hij neemt ook tango's mee. Je horen het, legend kickboxer. Taxi Woef, kan je niet meer overtuigen. Ai. Hoes. Bientôt qu'on s'en plus tard, chez moi tous les chemins mènent au j'tard. Tu veux que je fasse quoi? À part brûler le cellophane, j'en place une pour tous nos fans. Sans vous, c'est la fin. Je suis des bédotards, et je reprends ça le matin. Ma chérie, j'aime.